Rusteloos en overal. De biografie van schrijver Albert Helman is gisteren gepresenteerd aan het publiek. Het eerste exemplaar is daarbij overhandigd aan oud-president Ronald Venetiaan. De presentatie van het boek vond plaats in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex. Bekende schrijvers zoals Rappa, Ismene Krishnadat en Sharda Ganga hebben de aandacht van het publiek goed weten vast te houden. Michiel van Kempen, auteur van dit boek, sprak vol lof over Albert Helman. Hij gaat niet als schrijver, hij wil muziek gaan studeren. Maar met muziek was in die tijd geen droogbrood te verdienen. En vandaar dat hij dus langzaam opschoof naar de journalistiek en naar de schrijverij. Hij trekt met een van die mensen van de gemeenschap, dat is Albert Kuilen, trekt hij in die tijd naar Noord-Afrika. Dat was wel. Je moet zich voorstellen, in die tijd was het normaal als iemand op vakantie ging, misschien tot aan de grens van België of zo, naar Valkenburg, maar niet naar Noord-Afrika. En dat deed hij dus. Je ziet hem hier in een douzeur bij Tunis. Hij is dan al eigenlijk een beetje bezig om zijn katholicisme te verliezen. Niet helemaal, want op het graf van Sint-Petrus in Rome wordt nog een mis voor hem en Albert Kuilen. Dat moffelt hij later allemaal een beetje weg. Hij komt in aanraking ook met de filmwereld. En dat moet je niet onderschatten. Dit is de wereldberoemde filmer Joris Stevens, die u in elke filmgeschiedenis kunt aantreffen. Wat doet Helman? Hij is de eerste die ooit een compositie maakt voor een film waarin film en geluid parallel lopen. Dat was volstrekt nieuw. Daarvoor had je een pianist in de bioscoop. Professor Michiel van Kempen, auteur van Rusteloos en Overal, de biografie van Albert Helman. Het boek is gisteren gepresenteerd aan het publiek.